Goedemiddag op deze mooie avond. Ik maak deze bijzondere raadsvergadering open vandaag, want dat is het, een bijzondere raadsvergadering. Mijn naam is Ron Meijer, ik ben plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Heerlen. En tot het moment dat Ralf Vreewinkel deze krijgt, zal ik de vergadering leiden. En ik zal het natuurlijk uitermate gedecideerd doen, zoals u zult begrijpen. U heeft gezien dat Ralf en zijn gezin nog niet in ons midden zijn, dat is niet zomaar. Het hoofdgerecht, dat dien je natuurlijk niet aan de voorkant, bij de start al op. Dus u moet het eerst doen met het voorgerecht, dat is ondergetekende, en dat is de commissaris. En daarna zullen we overgaan tot de installatie van de nieuwe burgemeester van Heerlen. En nu we toch onder ons zijn, om maar even op zijn plaats te zagen, zijn er in ieder geval nog twee dingen die wij kunnen regelen met elkaar. Dat is A, dat bij de gemeenteraad van Heerlen is het zo dat het nog wel eens lang wil duren. Door interrupties en door allerlei andere omstandigheden. Nou, vandaag het reglement van orde, dat stel ik gewoon buiten kracht. Oftewel, geen interrupties, geen andere regels en dat scheelt tijd, hebben wij geleerd in Heerlen. Dat zal wellicht in Beek en Kerkrade anders zijn, maar in Heerlen scheelt dat heel veel tijd. Het tweede is dat blijken van waardering en instemming, klappen, joelen, allerlei andere gebaren, mits gepast, die mogen vandaag wel. Dat mag normaal niet, maar dat doen we vandaag wel. En tot slot, als de burgemeester met zijn gezin binnenkomt, zou ik met u willen afspreken dat we ze hartelijk ontvangen. Staand en met applaus. En als we dat met elkaar eens zijn, en u mag niet interromperen, dus u bent het per definitie met mij eens, dan zou ik willen vragen aan de griffier of hij het gezin van Ralf Vreewinkel en Ralf Vreewinkel natuurlijk zelf binnenhaalt. Dat het een soort van runaway bride is, want die is weggerend. Ja, meneer en mevrouw Vreewinkel, Luca die al binnen was. Ik heb zo even de vergadering geopend zonder u, want we moesten het applaus nog oefenen. En u hebt gehoord, en wat andere spelregels afspreken, en u hebt gehoord dat het applaus van redelijk dichtbij kwam. Oftewel, het applaus dat kwam van met name de raadsleden. Dus een burgemeester die binnenkomt en al het hartstikke klap krijgt van de raad, die schept natuurlijk een hoge verwachting, dat zult u begrijpen. En het is tijd om wat dat betreft iedereen welkom te heten. En uiteraard in de eerste plaats natuurlijk meneer Vreewinkel en zijn vrouw Patricia. En natuurlijk ook zoontje Luca. Van wie ik een beetje hoop dat hij rebels is, want dat maakt deze bijeenkomst nog veel leuker dan hij al is. Daar gaan we voor zorgen, Luca, toch? Opa die denkt, hou je mond, gast. Ja. Ja, goed. Speciaal voor u en mevrouw Vreewinkel, Patricia, bloemen.
uw man die krijgt nog genoeg versierselen. Dus ik dacht, dan zorg ik in ieder geval voor dat mevrouw een bos bloemen krijgt. En ik heb gelezen, voordat ik de bos bloemen overhandig, dat u de komst van Heerlen voelt als thuiskomen. En warempel uw echtgenoot was er als de kippen bij om dat te halen. En dat ligt toch een beetje in de lijn van wat mijn vrouw altijd zegt. Vrouwen hebben per definitie altijd gelijk. En dat blijkt maar vandaag. Vandaar de bloemen. En zo zie je dus ook maar weer hoe sterk de verbindende kracht van Heerlen kan zijn tussen twee mensen en welke warme gevoelens Heerlen losmaakt bij mensen. Voor u mevrouw de Bloemen, voor uw zoontje Luca, hebben we ook nog een verrassing. En we hadden het over rebels en een beetje levende brouwerij vandaag. En ik geloof dat iemand mij nu iets toewerpt. Er komt eraan, kijk, op. Kijk, jongetjes die schoppen overal graag tegenaan. En als we dat een hele oplossen, dan geven ze in ieder geval een voetbal. En wel van de gedeeld nummer 2 van de Eredivisie. En er zijn inmiddels mensen die zeggen dat het Juventus van Nederland is. Degraderen, promoveren en meteen meedoen op het kampioenschap. Dus Luca, we zullen zien of dat aan het einde van het seizoen zo is. En welgemeend welkom mevrouw Krimwinkel en aan zoontje Luca. En aan de rest. Want uiteraard ook onze raadsleden. Collegeleden, want per slot van rekening is vandaag een raadsvergadering. Weliswaar een bijzondere, maar toch. Er hebben zich vandaag 2 raadsleden afgemeld voor de notulen. Marco Peters en Koen van Oers, die konden niet aanwezig zijn. Heel speciaal heet ik welkom de ouders en de familie van onze burgemeester. Het moet voor u wel een heel bijzondere dag zijn om hier in het Heerlandse stadhuis mee te mogen maken dat Ralf als burgemeester van Heerlen wordt geïnstalleerd. Voor u, meneer Krimwinkel, voor het gemak noem ik u toch nu even opa Krimwinkel. Dat mag met Luca hier in het huis. Moet het helemaal bijzonder zijn als oudbode van het gemeentehuis van Kerkrade om te zien dat uw zoon nu het gemeentehuis van Heerlen overneemt. En opa Krimwinkel en ik hebben wel een soort van anekdote met elkaar. We zijn fan van dezelfde voetbalclub en we komen elkaar soms wel eens tegen langs niet nader te noemen voetbalvelden. En vlak na de benoeming duwde iemand mij een telefoon onder de neus met een plaatje van een woonplaatsbord, beter gezegd een stadsdeelbord. En dat stond op Heerlen, comma gemeente Kerkraad. En dat was opa Krimwinkel glunderend van trots. En ik zou willen zeggen, laten we afspreken dat we ooit nog eens samen een bord schilderen, maar dan met de tekst Kerkrade, gemeente Parkstad. Ik weet niet of ik nu tot interrupties oproep. Applaus, dat mag, ja precies. Wat ik in ieder geval ook zeker weet, dat u en uw vrouw gewoon trots zijn dat u zoon burgemeester van Heerlen wordt. En daarom ook voor u beiden hartelijk en warm welkom in dit gemeentehuis en in deze stad. Dan kom ik bij al die vrienden, kennissen of oud-collega's uit Kerkrade die hier aanwezig zijn. Lieve vrienden, uit Kerkrade. Dat had uit de speech moeten, Jan, toch? Dit. Mochten er nu nog onder jullie mensen zijn die wellicht de eerste keren met gemengde gevoelens in het stadhuis aanwezig zijn, dan troost je met de gedachte dat niet Heerlen dit allemaal bedacht heeft, maar dit komt door de kwaliteit van Ralf die uitstijgen boven elke gemeente grens. Het doet u goed in grote getalen hier te zien. Welkom commissaris, en meneer Bovens. Luca, dat is die meneer met die snor en daar mag je de bal niet tegenaan schieten. Hij zal zometeen de belangrijkste handeling voor de installatie verrichten, het afleggen van de eten of de belofte. Welkom ook aan de oud-burgemeesters die hier aanwezig zijn. De heren Pleumakers, Lurvink, De Pla en Wekers. En we weten van de heer Grezel en de heer Sakkers dat die zich hebben afgemeld. Ook de aanwezigheid van de echtgenoten van een aantal van die oud-burgemeesters toont aan dat u nog steeds betrokken bent bij een van de meest karaktervolle steden van ons land. Ik permitteer me kort stil te staan bij de aanwezigheid van Frans en zijn partner mevrouw Van Dijk. En ik zou ze eigenlijk willen vragen om even naar voren te komen. Voor jou, Frans, was het gisteren de laatste dag dat je waarnemend burgemeester van Heerlen was.
Vijf maanden heb ik gezorgd voor continuïteit voor de burgemeesterspost van Heerlen. Bij je komst sprak ik de wens uit dat je verblijf in Heerlen kort maar krachtig zou zijn. Daar heb je aan gehouden, zullen we maar zeggen. Maar je hebt niet alleen op de winkel gepast. Je speelt op de achtergrond een belangrijke rol als het gaat om het oplossen van een aantal politieke en bestuurlijke tegenstellingen. En je zorgt er ook voor in sommige dossiers dat daar voortgang werd gemaakt. Bijvoorbeeld in het lastige gebiedsdossier of ten aanzien van de voorbereiding van Syrische Boekwets. Als voorzitter van de raad wist je gezag op een vriendelijke manier af te dwingen. En als persoon hebben we je leren kennen als iemand die mensen open tegemoet treedt en hen de ruimte geeft voor eigen inbreng. Frans, om het kort en bondig te zeggen in mijn eigen woorden, voor een rechtse rakker ben je best een aardige vent. Ik weet niet precies wat dat applaus betekent. De gemeente Heerlen dankt je voor je inzet en de manier waarop jij je waarnemerschap hebt ingevuld. En we hebben daarom voor jou, Frans, een doos met twee flessen wijn aan laten rukken. En wees gerust, ze kosten wel lange na geen 127 euro, maar ze zijn desondanks van uitstekende smaak. Een rode en een witte. Een rode wijn, omdat er nogal wat tannine in zit. En die lijken soms wrang, maar als je goed proeft en het langer op je laat inwerken, dan is die rode wijn, dat rood, ja, daar wil je eigenlijk nooit anders mee. De witte wijn is gekozen om niet te veel de indruk te wekken dat Heerlen alleen maar van rood houdt. En voor u, mevrouw Van Dijk, heb ik een bos bloemen. Maar als u liever wijn heeft, dan heb ik alle vertrouwen in en dan geloof ik dat Frans bereid en in staat is tot een goede ruilhandel. Laten we beginnen met de bloemen. Dank u wel. In ieder geval dank voor de momenten dat u in Heerlen, en dan richt ik me even op mevrouw Van Dijk, achter de présence gaf. U heeft Frans vele uren moeten missen. En ik weet bijna zeker dat Frans, als hij wel thuis was, niet kon stoppen met te vertellen over Heerlen. Dat kan bijna niet anders. En ik weet ook dat er momenten zijn, waarop de partner van een burgemeester nog belangrijker is dan de burgemeester zelf. Dus tegen u zeg ik ook heel veel dank voor de afgelopen maanden. Dan ben ik nog op zoek naar de wijn. Ah, die is hier. Kijk. Ja, daar is hij. Frans, dank je wel. Veel dank en veel geluk in de toekomst. Dankjewel. Dames en heren, we zijn er nog niet. Ik ben gekomen ook welkom te heten de collega-burgemeesters die hier aanwezig zijn, de colleges van onder andere de gemeente Kerkraden en Beek, de plaatsvervanger van de hoofdofficier van justitie, de heer Raskar, de kabinetschef en de kabinetsmedewerker van de gouverneur, de heren Kruk en Spiertz, die ik overigens ook nog dank voor een uitstekende begeleiding bij de sollicitatieprocedure, de vertegenwoordigers van de politie, de brandweer en de ambulancedienst, de vertegenwoordigers van de waterschappen, de directeur van het Parkstad Theater en alle anderen, van schoonmakers tot vuilnismannen, van AOW'ers tot tijdzorgers en alle anderen die samen onze stad maken. Weet dat we u altijd graag in ons mooie stadhuis zien, tegemoet zien en verwelkomen en dat dat niet alleen maar vandaag is. Dames en heren, de profielschets. De raad stelde een heel kort profielschets vast. We hebben uiteindelijk een burgemeester gekregen die een doener is met een scherpe visie en analyse op de stad en op de regio. Eentje die recht op zijn doel afgaat en een soort leiderschap toont die nodig is voor de stad en ik denk ook wel voor de regio. Een coach die weliswaar niet over de opstelling gaat van deze raad, daar gaan die vuilnismannen en die thuiszorgers over, maar wel voor moet zorgen dat het gemeentehuis een team is, bewust van het doel. Het doel dat Heerlen voor ogen staat, het doel dat Heerlen samen met de andere gemeente om ons heen voor ogen staat en dat we willen realiseren, dat doel is eigenlijk 50 jaar geleden al geformuleerd. De realisatie van nieuwe sociale en economische structuren in deze regio die zorgen voor een hechte en duurzame bestaansgrond en bestaanszekerheid van alle mensen die hier wonen en die hier komen. We verwachten daarom van jou, Ralf, ik ga het tutoyeren, dat jij die nieuwe coach bent die onze stad van extra lef en elan kon voorzien. Oftewel in onze woorden, een soort nieuwe Kalisic. Voor de niet-voetballers, dat leg ik straks nog even uit. Wat verwachten we nou nog meer? Ik beperk me tot het begin en het einde van het profielschets. In de eerste zin staat, Heerlen zoekt een burgemeester die bij haar past. Ja, nogal wie dus, het zou raar zijn als er zou staan, Heerlen zoekt een burgemeester die niet bij haar past. Maar Heerlen kreeg een burgemeester die zelfs nog voordat hij goed en wel begonnen was, aangaf zich weer thuis te voelen en weer thuis te komen in de stad die bij hem past. Als een persoon als Ralf Krewinkel, geboren en getogen in Kerkraden, zich thuis voelt in Heerlen, dan is dat
misschien wel het ultieme bewijs dat we in de oude oostelijke mindset wel degelijk een gezamenlijke identiteit hebben, die versterkt wordt door een grote portie van begrip voor en lol om de onderlinge verschillen. We hopen en verwachten van jou, Ralf, dat je dit gevoel blijft uitdragen en dat je ervoor zorgt dat iedere parkstedeling, van zwart tot wit, van arm tot rijk, en niet alleen je vrouw, die dat thuisgevoel al veel eerder had dan jij, maar dat je iedereen dat thuisgevoel zult laten delen. Zodat we in de hele regio kunnen knokken met een glimlach van gebrok wisblierheid. De profielschets eindigt met de wens dat Heerle een burgemeester krijgt met lef. En met Ralf krijgt Heerle zijn lefkoos. Hij beheerst het politieke schaakspel als geen ander. Remise spelen, gelijk spelen is voor hem geen optie. Doelgericht en met prima combinatiespel. En op die manier heeft hij bijvoorbeeld eerlijk is eerlijk het vliegveld als burgemeester van Beek weten te behoeden voor een groot financieel probleem en het eigenlijk weten te redden. En eerlijk is eerlijk, Heerle stond samen met Maastricht en zit dat geleend schaakmat. Dus dat is één van zijn grote kwaliteiten. Tot slot een anekdote, dat ook wel iets van lef getuigt, maar ook vooral heel erg leuk is. Het is bekend dat Ralf en ik een passie voor een bepaalde voetbalclub met elkaar delen. En vorig seizoen bekeek ik vanuit het gewone mensenvak van onze favoriete voetbalclub een uitwedstrijd en vroeg ik Ralf Krewinkel aan de andere kant van het hek wat plagerig of hij soms dacht dat hij een ei meer aan de voet had. Enkele minuten later stond Ralf plotseling naast me. En dames en heren, als een burgemeester over een hek klimt om vervolgens 15 minuten lang naast een SP'er te staan, dan kan het met deze stap misschien nog wel eens goed komen. Overigens wel maar 15 minuten, want toen was de pauze voorbij. En toen ging hij weer terug. Maar hoe dan ook, het waren 15 minuten vol lef. Ralf, ik wens je namens de Raad veel wijsheid, rechtvaardigheid en moed toe bij het vervullen van een eervol ambt, namelijk dat van burgemeester van Heerle. Blijf met beide benen op de grond staan, sta open voor de advocaat en de schoonmaker en hup, aan de slag.